Speurtocht naar het verleden. Ik hou van speurderromans en weet niets over mijn verleden. Ik combineer beide gegevens en begin een zoektocht naar mijn verleden en voorouders. Ook ben ik benieuwd of een karaktertrekje bij de bekende Dirksjes in oudere generaties bevestigd wordt. Moeite met bazen en daardoor een hang naar het zelfstandig ondernemerschap. Ik heb mijn opa nooit gekend, nog weet ik zijn voornaam. In familiekring heb ik nooit anders over hem gehoord dan dat hij goed van innemen is en zijn vergunning, waarschijnlijk een cafévergunning, heeft verzopen. Ik begin met de geboorteakte van mijn vader. Resultaat, als aangever komt de volledige naam van mijn opa en uiteraard van mijn oma tevoorschijn. Theodorus Marinus Dirks, met als beroep broodbakker. Wat heeft dat met een cafévergunning te maken? Ik ontdek het Amsterdamse gemeentearchief. Ik kom erachter dat er zoiets bestaat als een gezinskaart. En er wordt een heleboel duidelijk. Het lukt me een paar puzzelstukjes op zijn plaats te krijgen. Stukjes als: opa is in Den Bosch geboren. Oma in Bloemendaal. In 1901 zijn ze in Haarlem getrouwd. Daarna betrekken ze het pand Langebrugsteeg 13 te Amsterdam. Ik vraag de huwelijksakte op en kom tot de conclusie dat mijn opa daar met het beroep tapper staat vermeld. Een houder van een klein café. Ik ontdek ook een bouwtekening anno 1889 van de Langebrugsteeg, waarbij de begane grond wordt omgebouwd tot tapperij. Dus grootvader is begonnen als tapper. Verder zoekwerk besluit ik in het gemeentearchief van 's-Hertogenbosch te doen. Ik ontdek daar tot mijn verbazing dat mijn opa niet op eigen kracht naar Amsterdam is gegaan. Zijn vader, dus mijn overgrootvader, op dat moment meester broodbakker in Den Bosch, trekt in 1889 met vrouw en 12 van de 14 kinderen naar Amsterdam. De grote vraag is echter waarom iemand met een in mijn ogen goed beroep op die leeftijd, 56 jaar, de uitdaging aangaat om naar Amsterdam te migreren. Ik kan geen andere reden bedenken dan een betere toekomst voor al zijn kinderen. U misschien wel? De puzzel is nog lang niet klaar, wordt vervolgd.